De Graafschap heeft 52 punten, Eindhoven maar 37. Maar Eindhoven heeft Mart Lieder. En die scoorde tot nu toe al 25 keer. Zijn inzet wordt gekeerd door Bednarek. Lieder samen met Kabangu in de punt van de aanval bij de thuisploeg. Matthijs, wat doet hij daar? Die maakt een hele grote fout. En nu Van Michum. En dan is het 1-0 voor de Graafschap. Wat een blunder achterin bij de opbouw van RV. Matthijs verslikt zich. Serarens komt dan. En dan is het een koud kunstje voor Derel van Michum om een doelpunt te maken. Zijn 15e van deze competitie. En de Graafschap dus heel goedkoop op die 0-1. El Jebli. Goeie paas, Serarens. Serarens. Goeie poging, maar Thomas Hoijbergs zit ertussen. De doelman die Swinkels nog altijd vervangt. El Jebli mag ver komen. El Jebli nog altijd. El Jebli, die doet het zelf. En daar is zomaar de 0-2. Hij is het nog niet eens over een nieuw contract bij de Graafschap. Heeft een aanbieding, maar heeft hij in beraad. En de Graafschap heeft hem een ultimatum gesteld. Dinsdag moeten ze het weten. Maar El Jebli dus met de 0-2. Rodney Klooster voor Eindhoven. Klooster, daar is Van der Velde. Van der Velde, oh wat mooi. Thibaut Van der Velde. Op zijn Robbens, zullen we maar zeggen. Aan de rechterkant naar binnen, met links in de verre hoek. Bednarek verslagen. En de 1-2. En Eindhoven wil meer aan de Aalsterweg. Met Klooster. Weggekopt daar door Straalman. Branko van de Bomen, Van de Bomen en Kabangu. Helemaal vrij, Elton Kabangu. En dan hoeft Lieder ze een keer niet te scoren. En zijn het de anderen. Eerst Van der Velde en nu Kabangu. Voor hem is het zijn 10e. Maar Serarens helemaal vrij dan aan de andere kant weer. En zo komt de Graafschap heel snel weer op de voorsprong. Fabian Serarens helemaal vrij. Van de Bomen is hem helemaal kwijt. En dan is het afgelopen en uit. En de Graafschap dus op 3-2 van Michum. Dat is ook nog een knappe vrije trap van hem. Zo vlak na rust. Derel van Michum. El Jebli. Diemers. Die gesproken heeft met Willem II. Dan Tissoudali. Tissoudali. Maar voorlangs aan het doel van Thomas Hoijbergs. Van de Bomen voor Eindhoven. Daar wat ruimte. Van der Velde is mee. Krijgt hier de bal. Thibaut van der Velde met links. Dat kan die. Maar nu naast het doel van doelman Bednarek. Kabangu. Kabangu. En waar is Lieder? Daar is Lieder. En daar is de overtreding van Tutuarima. Lieder zegt ik heb vrije doorgang. En dat zegt de scheidsrechter ook. Want Van der Eyck geeft rood aan Tutuarima. En dan komt de Graafschap met een man minder te staan. De doorgebroken speler is Mart Lieder. En Tutuarima is het slachtoffer. Hij moet met rood vertrekken. En dus bijna 20 minuten de Graafschap met een man minder. Van de Bomen voor FC Eindhoven. Van de Bomen, Lieder. Het scheelt vrijwel niets. Maar het blijft 3-2 voor de Graafschap. Swinnen. Ascente. Van de Bomen. Van de Bomen, komt hij tot een schot? Voorlopig nog niet. Klaassen komt dan te laat en Bednarek wel met de goede redding. En Henk de Jong ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft. Serarens, Diemers. Misschien een uitval. In de slotfase, Serarens doorgelopen, niet buitenspel. De Wilde moet er achteraan. Serarens, prima afgemaakt. 90ste minuut, 2-4, alles over en uit. De Graafschap komt op de veilige marge van 2. En wint van FC Eindhoven. Aan de Aalsterweg wordt het 4-2 voor de Graafschap. We'll be right back.